De Centrale Bank van Suriname zal in de komende periode niet monetair financieren. Dat verzekerde de governor van de Centrale Bank, Glenn Gersie, gisteren na afloop van de jaarrede van president Desi Bouterse. Het begrotingstekort bedraagt dit jaar ruim 1 miljard SRD. Ondanks de geruchten zijn er volgens de governor geen plannen om de overheid te financieren. Hij gelooft dat er vanuit de regering moet worden nagegaan hoe het tekort dat zal ontstaan op een verantwoorde manier te heffen. Wij hebben dat in goed overleg met het ministerie van Financiën hebben wij 2 jaar lang kunnen volhouden. Ondanks de crisis, de economie leeft op. Dus wij gaan ervoor om het zo te houden. Dat aspect dat zo bekend staat in Suriname als de monetaire financiering, om dat na te laten. Gersie ging ook in op de recente stijging van de wisselkoers. De governor roept de samenleving op niet onnodig te jagen op deviezen. Als wij meer waarde willen geven aan onze eigen munt, onze eigen munt willen waarderen, dan behoud je stabiliteit. Ik denk dus dat er heel veel nog te doen valt op het gebied van ons betalingsverkeer. Er zijn nog te veel betalingen in deviezen, nodeloos. Onze deviezen hebben we eigenlijk nodig voor de import en niet voor het betalen van elkaar hier in Suriname. Daar hebben we onze eigen munt voor. Dus als wij dat soort gedragingen ook nalaten, dan helpt dat ook. En ik wil dus aan ieder aanmoedigen om zeker die richting uit te gaan. De Centrale Bank gaat uitkomen in de komende periode samen met het bankwezen, met wat voorlichtingsprogramma's over ons betalingsverkeer, over hoe om te gaan met contanten, over het bevorderen van het virale verkeer en over het gezond houden dus van onze financiële sector. Aldus de governor van de Centrale Bank, Glenn Gersie, gisteren na de jaarrede van de president. Hij verzekert dat de Centrale Bank voorlopig niet monetair zal financieren.